Ja, wat ik denk dat de overheid kan leren van een bedrijf als het onze is het constante experimenteren. Bij Booking.com worden er zo'n 1000 experimenten per dag uitgevoerd. Ik denk dat dat een praktijk is die de overheid zou kunnen overnemen. Netflix is voor een Amerikaans bedrijf eigenlijk een heel plat, niet-hierarchisch bedrijf waar weinig wordt gehecht aan je status om te bekijken of een idee dat je hebt goed is of niet goed is. Platformen zoals Netflix, Booking en Google nemen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Ze nemen een steeds belangrijke rol in onze maatschappij in en daar moeten we iets mee. Deze partijen zijn goed in verbinden, in communiceren, in data-infrastructuur, in het organiseren van hele grote bergen informatie. Vandaag gaan we op bezoek met een delegatie van de overheid bij een paar van deze platformen. We gaan met hen open in gesprek over wat hun rol in de maatschappij moet zijn, maar ook over de vraag wat kan de overheid leren van de manier waarop deze hele grote organisaties zichzelf organiseren rond de behoeften van hun klanten. Ik ga zo dadelijk in gesprek met Arjan Elfasset. Hij werkt bij Google en we gaan in gesprek over de rol van een platform zoals Google in ons leven en wat de overheid kan leren van hoe zo'n organisatie als Google georganiseerd is. Arjan, we zijn op bezoek geweest bij Booking, bij Netflix, bij Google. We hebben een heel open gesprek gehad over hoe deze bedrijven opereren. Waar denk je dat de overheid in verschilt van deze bedrijven? Ja, ik denk dat het belangrijkste verschil tussen de overheid en een bedrijf als Google is dat de gebruikers. In Google's geval zijn dat er ongeveer 1 miljard gebruikers per product. En de gebruikers van de overheid, namelijk 17 miljoen Nederlanders. Dat bij Google en de bedrijven zoals Netflix en Booking, die moeten die gebruikers verdienen. En die moeten het vertrouwen winnen. Ze moeten producten constant innoveren om nieuwe gebruikers te krijgen. Terwijl de overheid, die heeft 17 miljoen inwoners en die gaan niet weg. Of de overheid functioneert of niet functioneert, die kunnen ook niet weg, want dat blijven die klanten. En ik denk dat dat de grootste druk achter de bedrijven zet om continu zichzelf uit te vinden, te innoveren, et cetera. Heb je daar misschien een voorbeeld van? Nou, een van de dingen is, wat wij vinden is dat als de gebruiker een probleem heeft bij het gebruik van het product, dan is dat probleem ons probleem en niet die van de gebruiker. Dus op het moment dat iemand een typfout in search intikte voorheen, dan kreeg hij verkeerde zoekresultaten. Nou, dat is niet het probleem van die gebruiker, maar dat is ons probleem. Wat zou de overheid moeten leren qua werkwijze van een organisatie als Google? Nou, een van de belangrijkste dingen voor ons is het respect van de gebruiker. Dus als de gebruiker ons niet meer vertrouwt of onze producten niet meer fijn vindt, dan lopen ze weg. Dus wat wij constant doen is feedback ophalen en daar hebben we allerlei verschillende manieren voor. En dus zeg maar, er is een feedback loop. En ik denk dat dat bij de overheid is mensen soms een beetje bang voor commentaar. Terwijl je best wel veel kan leren om je product te verbeteren, om te horen hoe gebruikers het ervaren. Je noemde net het punt van vertrouwen dat Google wil behouden van de gebruiker. Denk je niet dat het ook speelt voor de overheid, waar de overheid als zij te veel gaan achterlopen bij wat grote IT-bedrijven aanbieden aan kwaliteit van services, dat mensen de overheid minder gaan vertrouwen? Nou ja, kijk, de politiek is natuurlijk ingericht op vertrouwen. Maar ik denk dat het gebruik, zeg maar, van een belastingdienst. Ja, iedereen moet belasting betalen en er is een systeem voor en iedereen is gedwongen om dat systeem te gebruiken. En ik denk dat het grote verschil met bedrijven is, ja, er zijn meer keuzes. Je kan meer verschillende producten gebruiken. En bij de overheid, ik heb te maken met mijn gemeente. Ik heb te maken met, als ik studeer, met Duo of een andere dienst. Omdat je die verantwoordelijkheid hebt, omdat er maar één van is, heb je eigenlijk een grote verantwoordelijkheid om die burger zo goed mogelijk te bedienen. Dus wij denken niet aan het innoveren, zeg maar dat je 10% het elk jaar beter moet doen. Maar wij denken eerder dat die ambities veel hoger moeten en dat je iets 10 keer beter moet doen. Ik ben ook heel benieuwd wat onze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de digitale overheid, Raymond Knops, vindt van wat wij als overheid kunnen leren van platformen zoals Google, Booking en Netflix. Wat denkt u dat wij kunnen leren van deze grote platformen? Nou, ik vind sowieso dat de overheid moet leren van hoe het op andere plekken gaat en je ziet dat het bedrijfsleven heel sterk gericht is op de gebruiker. Natuurlijk om marktaandeel te vergroten, maar ook om die gebruiker van dienst te zijn, om meer te laten zien waarom bepaalde gegevens gebruikt worden, hoe de gebruiker geholpen kan worden om te navigeren op websites. En dat is die precieze wijze overheid ook mee te maken hebben, want wij willen natuurlijk graag dat gebruikers van onze websites, voor mijn overheid, op een hele natuurlijke manier en zonder te veel obstakels tot het doel komen. We hebben allemaal een tekort aan tijd. Dus we willen zo snel mogelijk ons doel bereiken op die site. En de overheid heeft er belang bij dat burgers ook de goede informatie aanleveren. Waarom is het zo belangrijk om echt in gesprek te zijn met deze bedrijven? En om hier aanwezig te zijn bij deze bedrijven en te zien wat zij doen?
Nou, die bedrijven, dat zijn internationaal georiënteerde bedrijven. Die hebben heel veel contacten, die hebben heel veel technische kennis. Die zijn nog steeds meer bezig met de ethische vraagstukken van wat kun je met die data doen en hoe ver ga je daarin. En past dat wel bij de grondrechten, bij privacy bijvoorbeeld. Nou, dat zijn precies de vraagstukken die wij als overheid ook hebben. Dus door in contact te komen met die bedrijven, die geen concurrenten van ons zijn en wij niet van hun, maakt dat je die kennis die niet altijd vanzelf voorhanden is bij de overheid, dat je die op een goede manier gebruikt. Deze platformen die nemen een steeds groter gedeelte van ons leven eigenlijk in. We besteden steeds meer tijd van ons leven op deze platformen. We boeken onze vakanties via Booking, we zoeken via Google, we kijken televisie via Netflix. En dus eigenlijk beginnen deze platformen ook een gedeelte van hun publieke taak te vervullen. Dus ze nemen een belangrijke rol in onze publieke sector. Hoe gaat u ermee om dat wij scherp houden als overheid waar wij de publieke taak van de overheid zien en waar wij deze bedrijven vrijheid laten? Nou, het is zo dat al een aantal bedrijven publieke taken, zou je kunnen zeggen, uitvoeren. Dus taken die misschien in het verleden door de overheid gebeurden. Op zichzelf is dat niet het probleem. Wat van de overheid gevraagd wordt, is natuurlijk om de kaders te creëren waarbinnen die bedrijven kunnen werken. Bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving. En waar wij van vinden dat dingen goed gaan, hoe je omgaat met data, maar ook hoe je zeg maar, die data beschermt en veilig afschermt tegen aanvallen van buiten. Dat soort zaken, daar zou de overheid iets van moeten vinden. Dat doen wij nu ook. We hebben nu een wetsvoorstel digitale overheid bij de Tweede Kamer liggen, waar we hierover spreken. En eigenlijk gaat het in essentie erom dat je die kaders aangeeft, dat je de hoofdrichting bepaalt en dat je tegelijkertijd ruimte laat voor nieuwe innovaties, dus nieuwe toepassingen. Want wetgeving is altijd een vertaling die enigszins gedateerd is van de werkelijkheid. Maar door de snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden in die digitale wereld, in dat digitale domein waar inderdaad veel burgers veel meer tijd aan besteden dan jaren terug, heb je natuurlijk te maken met een bepaalde mate van flexibiliteit die nodig is om te voorkomen dat wetgeving verouderd is. Wat vond u vandaag echt interessant om te horen en vertelt u misschien vanavond thuis bijvoorbeeld aan de eettafel? Nou, aan de eettafel zal het dan over Netflix gaan, denk ik zo. Maar als het gaat om wat heb ik ervan geleerd, zie ik toch dat ook de bedrijven, en dat is misschien voor veel mensen verrassend, toch wel dezelfde vraagstelling hebben als waar wij ons als overheid ook mee bezighouden. Bijvoorbeeld van hoe ver kun je gaan met kunstmatige intelligentie en hoe kun je het vertrouwen houden van die gebruiker van jouw platform, van jouw site, dat er op een goede manier met de gegevens wordt omgegaan. Dat die alleen gebruikt worden om de site te optimaliseren en niet om allerlei gegevens te ontfutselen waar die bedrijven geen recht op hebben. Het was hartstikke interessant om vandaag in gesprek te gaan met Google, Booking en Netflix. Ik denk dat de overheid heel erg kan leren van de werkwijze die deze bedrijven hanteren. Ze staan echt 100% in dienst van het bevredigen van de behoeften van hun klant. Ze onderzoeken alle drie permanent wat die gebruiker van hun platformen nodig heeft om de wens van die gebruiker beter in te vullen. Of dat nou is het boeken van een reis, of het bekijken van een film, of het zoeken van informatie. En wat de overheid kan leren van deze bedrijven is dat deze bedrijven permanent in kleine stapjes bezig te zijn om wat ze bieden aan de gebruiker nog net iets beter te maken. Wat ik vervolgens ook leuk vond is dat we met deze platformen in gesprek zijn gegaan over hun maatschappelijke rol. Wat is nou de rol die deze bedrijven invullen in onze publieke ruimte en in alles wat wij als maatschappij aan het organiseren zijn? Moet de overheid daar kaders aan stellen? Moeten we daar meer op ingrijpen? Of is het juist iets wat we allemaal prima vinden en waar we allemaal van kunnen profiteren? Super leerzaam wat mij betreft.